Als je Amerikaanse aandelen hebt, en dus misschien ook wel Amerikaans dividend ontvangt, wil je voorkomen dat je ten eerste dubbelbelasting betaalt. En het liefste probeer je ook minder dividendbelasting te betalen. En dat kun je eenvoudig regelen via het W8 BEN formulier. En in deze video bekijken we het formulier. We gaan kijken waarom we het in zouden willen vullen. Wat zijn nou de voordelen als we dit formulier dus invullen. En hoe moeten we het invullen? En ook bij verschillende brokers, want daar gaat het op een andere manier dan dat we zelf een formulier in zouden vullen. Al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. En in deze video gaan we dus kijken naar het W8BEN formulier. En misschien heb je er al ooit over gehoord of heb je de term dividendlekkage wel eens horen vallen. En dit formulier, dit ene A4'tje, dat zorgt ervoor dat je in ieder geval dubbele belasting kunt voorkomen of zelfs minder dividendbelasting hoeft te gaan betalen. Dit formulier is van de IRS, zeg maar de Amerikaanse Belastingdienst. En hierop geef je aan wie je bent, je persoonlijke gegevens dus, dat je gebruik wilt maken van een bestaand verdrag. Maar meer daarover laat ik later nog in de video zien als we gaan kijken naar hoe het is. Moeten vullen. Laten we eerst even gaan kijken naar de voordelen van dit formulier. Er is dus een verdrag tussen Nederland en Amerika, ook een belastingverdrag. En met dit formulier geef je eigenlijk aan dat je van dat verdrag gebruik wil maken. En je wilt juist van dit verdrag gebruik maken wanneer je Amerikaanse aandelen hebt, aandelen die ook dividend uitkeren. Want het heeft eigenlijk van toepassing op het Amerikaanse dividend dat je ontvangt. En mocht je nog aandelen willen kopen van Amerikaanse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Facebook, Amazon, Apple. Onder deze video vind je enkele brokers die ik aanraad en waar je deze aandelen dus kunt kopen. Maar waar het verdrag dan van toepassing op is, is zoals gezegd de dividendbelasting. Nou, in Nederland ligt de dividendbelasting op 15%. Terwijl in Amerika die op 30% ligt. En door gebruik te maken van dit verdrag kun je ervoor zorgen dat voor jou 15% die we in Nederland toepassen ook gebruikt kan worden voor de Amerikaanse aandelen die je hebt. En dan komen we eigenlijk aan meteen bij de voordelen van dit verdrag, van dit formulier waarom je het wou willen invullen. En laten we dat even doen aan de hand van een voorbeeld. Stel je hebt Apple aandelen en die betalen je een dividend van 100 dollar. Apple is aan Amerika gevestigd en dus wordt 30% dividendbelasting ingehouden, waardoor je normaal dus zeg maar 70 dollar uitkrijgt betaald. Maar door dus het formulier in te vullen en dus gebruik te maken van de afspraken die in dat verdrag staan, wordt er maar 15% dividendbelasting ingehouden en ontvang je dus uiteindelijk 85 dollar in plaats van die 70 dollar die je anders had gekregen wanneer je dit verdrag nou, geen gebruik van had gemaakt. Het zorgt er dus simpelweg voor dat je minder belasting gaat betalen op de dividenden van je Amerikaanse aandelen. Door simpelweg dit 1A4 in te vullen, kun je je belasting op dividend dus verlagen van 30% naar 15%. En wie wil dat nou niet minder belasting betalen? Laten we ook even gaan kijken naar het invullen van het formulier. Het is, zoals je kon zien, geen lang formulier. Het is 1A4, dus het is op zich simpel in te vullen. Het enige punt is dat het. Ten eerste Engelstalige, dus dat zou een beetje een barrière kunnen vormen. En dat je rekening moet houden dat de datum hier anders staat vermeld. Want daar beginnen ze met maanden gevolgd door dagen. Terwijl we in Europa er dus altijd werken met dag, maand, jaar. Dus dat zijn punten waar je op moet letten. Maar laten we het formulier iets beter bekijken. Dan zien we eigenlijk dat het bestaat uit drie delen. In het eerste deel staan eigenlijk je gegevens: wie je bent, waar je woont, noem het allemaal maar op. In het tweede gedeelte geef je eigenlijk aan dat je gebruik wilt maken van het volgende belastingverdrag, en dus geef je aan welk verdrag dat is, welk artikel en welke impact het heeft. En dit in dit geval is dat dus minder dividendbelasting betalen. En in het derde deel lees je eigenlijk waar je aan moet voldoen en kun je het formulier ondertekenen. En hoewel het dus niet heel veel werk is, hoef je het eigenlijk niet eens te doen. Want het mooie is dat de meeste brokers dit ook aanbieden op hun website. En op die manier kun je met een paar kliks en binnen een minuut vaak, zelfs nog wel, dit formulier invullen en ook indienen. En wordt automatisch dus die dividendbelasting voor jou toegepast. Kijken we bijvoorbeeld naar de Giro. Dan zien we eigenlijk dat we nog een paar vakken moeten invullen. En dit komt omdat in dit geval, dus de Giro, je gegevens al heeft. Want je hebt daar al een account, je handelt daar al. Dus ze beschikken al over jouw gegevens. En ze weten ook waar je het verdrag voor wilt gaan gebruiken. Of dit formulier, want je wilt dus gebruik maken van het verdrag vanwege de dividendbelasting. Dus eigenlijk kunnen ze heel veel informatie voor jou al invullen. Het enige wat je dan ook hoeft te doen is aangeven dat je het formulier eigenlijk wil invullen, dat hun het voor jou invullen en dat je er gebruik van wilt maken. En dan is eigenlijk alles al meteen geregeld. De reden dat brokers dit op deze manier aanbieden is omdat zij degene zijn die dividendbelasting inhouden. Nou, de IRS, mochten ze dus ooit willen gaan onderzoeken, dan komen ze uit, in dit geval dus bij de Giro. En zij kunnen laten zien: ja, maar deze klant heeft dit ingevuld en wil dus gebruik maken van het verdrag. En hun kunnen dan controleren of het klopt. En je zult ook zien dat na het. Invullen van dit formulier en dan dat het is goedgekeurd: dividendbelasting automatisch wordt aangepast wanneer dat dus wordt uitbetaald. Nou, laten we even kijken naar het overzicht in mijn account bij de Giro. Dan zien we bijvoorbeeld dat Microsoft een tijdje geleden 2,55 dollar heeft uitbetaald en dat er 38 dollar cent werd ingehouden, oftewel 14,9 procent. Uh, Kijken we naar Visa. Betaalde 90 cent uit een dividend. En daar werd 14 cent ingehouden. Oftewel 15,5 procent. En Apple. Die betaalde 3,85 dollar uit. En daar werd 58 cent ingehouden. Oftewel 15 cent. Dan zag je een klein beetje verschil tussen Apple. Waar precies 15 procent was. Of bij die andere 14,9 of 15,5. Maar dat heeft te maken met afrondingsverschillen. We dus zien in ieder geval dat het allemaal zo rond die 15% ligt. En in ieder geval dus niet zoals het eigenlijk is in Amerika met 30%. Dus het formulier heb ik ingevuld. Het wordt toegepast. En ik betaal dus minder dividendbelasting op Amerikaans dividend. En zo heb je met een relatief kleine moeite eigenlijk, want het is niet heel veel werk, kun je op deze manier dus ervoor zorgen dat je eigenlijk meer rendement maakt, omdat je minder belasting betaalt, hou je meer over en heb je dus in principe meer rendement op je investeringen. En zoals gezegd, wil je dus aandelen kopen van Amerikaanse bedrijven, onder deze video staan enkele brokers die ik aanbied, waaronder dus de Giro of Fladex, waar je aandelen kunt kopen, ook het formulier dus in kunt vullen, en dus allemaal gebruik kunt maken van de voordelen die er zijn vanwege het belastingverdrag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Maar niet voordat je een duimpje omhoog hebt gegeven als je het een leuke en interessante video vond. Natuurlijk kun je ook altijd een reactie achterlaten onder deze video. Als je nog vragen hebt of opmerkingen misschien wel. Dingen die je kunt vervolg. Kan behandelen. En als je nog geen lid bent van het kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video. Ik maak elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je meer van dit soort video's zien, klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje, zodat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag terug in de volgende video.